Hallo. Hij leerde het vak al als kind met het schrijven van liefdesbrieven en strafregels, maar ook met het schrijven in de schoolkrant. Dat groeide later uit naar het schrijven van onder andere columns voor L1 en het schrijven van Nederlandstalige liedjes voor zijn cabaretprogramma. Dat doet hij samen met zijn muzikale compaan Jan Widdershoven onder de naam Peul Jan. Heerlijk kent hem echter ook als horecaman in onder andere Café Bijsmans en Café Pelt. Ook had hij een kortstondige, mislukte carrière als kroegbaas. Maar hij gooide het roer volkomen om en werd een aantal jaren geleden journalist voor de Limburger en het weekblad VIA. Binnenkort komt hij uit met zijn eerste boek en daarover en nog heel, heel veel meer in Lex ontmoet 20 minuten lang met Paul Dolle. Dag Paul. Dag Lex. God. Ja. Ja, denk het wel. Maar dat heeft meer te maken met die coronatijd. Ik was niet echt gelovig. Ik had ook niks echt met de kerk. Maar als ik dan zie hoe zo'n deken, Bouwman zijn hele ongelooflijke best doet. Meewerkt met evenementen, maar ook nu om die missen te brengen. Ja, dan wil ik geloven dat er iets is. Ja. Oh, wat fijn. Dit is de moderne voor mij eigenlijk. Ik hoop dat dit goed gaat. Het is ook de moderne voor mij. Dus eigenlijk een wonder dat het erop staat. Is een wonder dat je dat gedaan hebt? Of, Ik heb nooit foto's, Lex. Nooit. Ik heb echt vrienden en familie gevraagd. Hebben jullie foto's van me? Je hebt 7 foto's meegenomen. Ja. En ik wil eigenlijk met deze beginnen. Ja, dat zal ik wel. Ja. Dit vind ik nou typisch een Paul Dolle. Ja. Gekozen. Nou, ik heb hem gekozen. Met name omdat Amber Dolle erop staat. Amber Dolle. Amber is een hele goede vriendin van mij. Vertel even wat Amber doet. Amber is illustrator, ja. Kunstenaar. Het hoort ze liever niet, maar dat is wel zo. Ja. Heb ik leren kennen bij Pelt, werkte zij ook. En daar was ze al bezig om de kunst groter te maken tot haar eigen bedrijf. Ja. Maar lukte nog niet, ze had nog wat baantjes erbij. Dan leerde ik haar kennen, ongelooflijk inspirerende vrouw, lieve vrouw. En op een gegeven moment zei ze tegen me, Paul, jij bent overdag bezig met columns. Je schrijft voor dit en dat. En 's avonds ga je nog werken in de kroeg. Waarom kies je niet voor waar je passie ligt? Ja. Nou, en eigenlijk door haar ben ik. Dat was volgens mij een aantal jaren geleden. Dat is nu 4 jaar geleden. Ja. Het was voor Heerlen wel een beetje shocking, hè? Paul Dolle niet meer werken in de kroeg. Hè? Ja, weet je, je zei het al, ik heb ook wat mislukte affaire gehad. Dat knauwt ook in je ego. Ja. En die tijd heb ik ook gebruikt om eens te kijken van wat vind ik nou leuk, wat wil ik nou precies doen. Ja. En dat schrijven, dat is altijd een passie van me geweest. Toneelspelen ook. Ik heb vroeger de toneelacademie gedaan, althans. Daar zou ik naartoe gaan. Ja. Ik was aangenomen. Maar in het jaar dat ik me had ingeschreven, had je ineens HAVO nodig. En ik was juist naar de MAVO gegaan om sneller naar de toneelacademie te gaan. En al die passies, gedeelde passies die Amber ook heeft, die ben ik toen gaan doen. Dat is zodoende. Ja, we hebben het toch even over de kroeg. En dan gaan we meteen even naar je familie. Ja. Je zit hier achter 3 van die ontzettende grote glazen Guinness. Ja, Ierland is mijn tweede land. En, links is je vader. Ja. In het midden is je broer. Mijn broer, Pieter. Ja. Ja, en we houden alle 3 van rugby. We houden alle 3 van Guinness. En dit was overigens niet in Ierland. Hebben we wel een keer gedaan. Ja. Dit is een Leiden waarin mijn vader zo'n paar jaar geleden zijn studentenstad liet zien. En, door de hele stad liet dwalen waar hij vroeger op stap ging en zo. Dat was eigenlijk echt leuk om te doen. Ja. Een nostalgische... Ja, ja. Een reisje. Ja. Ja, nou ja, kijk. Ik heb gewoon een hele goede band met mijn familie. En dat is, je vader was of is huisdokter? Was, ja. Heel lang in Heerlen. Woont nu al een jaar of 28 in Geleen. Ja. Met zijn nieuwe echtgenoten? Ja, nou, die zijn ook alweer bijna 26. Ja, ja. Maar mijn vader is 26 jaar getrouwd. Mijn moeder is inmiddels meer dan 12,5 jaar getrouwd. En wij vieren gewoon met z'n allen kerst. Hoe heb je dat ervaren als kind? Ja, dat was niet leuk. Dat was niet leuk. Vooral omdat het allemaal in mijn beleving heel snel ging.
je denkt, je hebt een vaste thuis. En dat is op een gegeven moment anders. Ik ben enorm rebels geworden. Ja. Ik heb hele periodes dat ik, dus had ik ook mijn vader even niet meer te zien. Ja. Ik had ook niks met familie, ik was helemaal wars van. En als je nu ziet hoe we nu met z'n allen omgaan, ik ben er echt trots op. Heb je een foto van meegenomen? Ja. Kerstdiner. Ja, dat is dus mijn moeder met haar man Paul. Ja. Mijn vader met zijn vrouw Josien. En wij vieren gezamenlijk kerst. En je zus hier op de voorraad? Mijn zus, ja, ook. Zus met de kinderen erbij. Mijn zus die werkt voor Omroep Max in Amsterdam, woont ze. Ja. Heeft inmiddels 3 kinderen, kort geleden. Heb je daar nog wat profijt van, Omroep Max? Of is dat voor de toekomst? Ja, ik zal je daar eens proberen erin te gooien, Lex. Nee, maar zij heeft ook dat journalistiek. Hè. Dat is wel leuk. Ja. Hoe is die daar terechtgekomen? Ja, we hebben het eigenlijk over jou, maar ik vind het wel even leuk om te weten. Ja, nou, mijn zus die wist altijd al wat ze wilde. Heeft twee studies gedaan. Heel lang in Rotterdam gewoond, woont nu in Amsterdam. Ja. Doet het fantastisch. Ontzettend trots op haar. Nou, dat is mijn broer, die woont gewoon nog in Heerlen. Paul, ik heb het even verteld aan het begin dat je een boek aan het schrijven bent. Ja. En dat boek gaat met name over deze jongeman. Ja, dat is Patrick. Dat is een verhaal. Patrick van der Bolt, ja. 18 jaar geleden met kerst vermoord. Ja. Tot op de dag van vandaag is de dader niet bekend. Nee. Er gaan heel veel verhalen rond. Ja, ja, maar welk verhaal dan nou klopt, weten we nog steeds niet. Ik heb hem als laatste gesproken de avond. Een uur, anderhalf uur voordat hij vermoord werd. En dat is altijd bij me gebleven. En toen 2,5 jaar geleden, een podcast werd gemaakt over zijn dood, ja. Is dat weer allemaal opgerakeld. En toen ben ik het eigenlijk eens voor me af gaan schrijven. Therapeutisch, voor mezelf. Helemaal niet met de intentie van een rare boer over maken. Maar wat hadden jullie samen? Wat hadden jullie? Wij waren vrienden, echt vrienden. Met een gezamenlijke hobby tennis en bier drinken. Dat vonden we allebei heerlijk. En ik heb hem ontmoet, ook toen ik in Bijsmans werkte. Ja. Maar regelmatig zaten we ook samen aan de andere kant. En dat hele proces heeft voor mij eigenlijk beseft dat er heel veel mooie dingen uit die moord gekomen zijn. Dat klinkt heel, heel cru misschien. Ja. Maar Pearl Jan bijvoorbeeld was nooit ontstaan als wij, Jan en ik, niet de avond na zijn begrafenis ongelooflijk tegen de klippen aan waren gegaan en achter een piano beland waren. Ja. Mijn petekinderen, die had ik niet gehad. Die zijn allemaal zo belangrijk voor me. En om me aan te geven, je kunt altijd wel blijven hangen in iets wat vreselijk is, maar daar haal je hem niet mee terug. Die moordenaar gaan we waarschijnlijk toch nooit meer vinden. Nee. Ondanks dat ik dat echt hoop. Maar er zijn zoveel mooie initiatieven uit ontstaan. Dat ik dat ook eens wilde belichten. En daar gaat eigenlijk het boek over. Ja. Heeft de toepasselijke titel Misgeschoten. Zo was het nu. Dat is bij hem niet gebeurd. Nee. Maar als het doel was om de vriendenclub uit elkaar te halen. Ja. Is dat helemaal mislukt. Ja. Doet je wat, hè? Ja, tuurlijk. Weet je wat dat is, Lex? Ik vergeet nooit meer dat zijn moeder, ja. 2 dagen na zijn dood, naar me toe kwam en aan mij vroeg, zit hij in de drugs? Zit hij in het criminele circuit? En als je eens goed over die vraag nadenkt, want die spookt al 18 jaar door mijn hoofd, als jij die vraag aan je eigen kind, over je eigen kind moet stellen aan een vriend, ja. Dan is er iets goed mis. Want dan ken je of je eigen zoon niet, of je zit zo vol twijfel dat je eigenlijk niet weet wat je ermee moet. Dat heeft mij echt bij mij ervoor gezorgd dat ik zoiets had van, ik wil mijn familie kosten wat kost bij me houden. En daar wil ik geen geheimen voor hebben. Paul, en er zit 15 jaar lang dan zo'n verhaal in je hoofd, wat je 3 jaar geleden, wat je zegt, plotseling achter een computer gaat zitten en dan begint over te schrijven. Ja. Ja, wat voor doel heeft dat nu nog voor jou? Ja, dat werkt therapeutisch. Ik ga regelmatig naar Zeeland. Ja. Dan ben ik lekker alleen. Dan kan ik schrijven. En dan loop ik lange stukken. En ja, ik kan er 18 jaar later nog steeds om huilen. Maar ja, het is wel fijn dat er nu eindelijk eens uitkomt. En wanneer komt het boek uit? Ik
ben een pinnen op 11 mei, dat is de verjaardag van hem. Ja. Dan wil ik hem echt op de markt hebben. Zijn er al uitgevers die er interesse in hebben? Ja, ja, we zijn mee in gesprek. Nog niet definitief de knoop doorgehakt, maar ja, dat gaat absoluut gebeuren. Laten we wat vrolijks doen. Ja. Twee kindertjes op het strand. Ja, schatjes zijn er. Ja. Ja. Ja, maar dat is ook zoiets. Elmer, een hele goede vriend van mij, Elmer Francesca. Ja. Die stond, die kon het Curaçao, die kon daar ook weer naartoe. Ja. En werd verliefd op Nicole en kreeg de eerste, Cheyenne. En die naam zegt het eigenlijk al. Ze stonden toen op het punt om terug te gaan, of voor Elmer althans terug te gaan naar Curaçao. Ja. Dat hebben ze godzijdank niet gedaan. En er kwam een tweede, Jamie. En ja, dat zijn dames, daar hou ik zoveel van. Ja. Het zijn niet mijn kinderen, absoluut niet, maar ja. De beleving is er. Ben je een lieve pedoen? Ja, maar zij zijn ook heel belangrijk voor mij. Als ik eens down ben, zeker toen Jamie jong was. Kinderen voelen dat aan. Als ik eens down ben, wanneer ben je down voor? Als er dingen gebeuren waar ik eigenlijk geen vat op heb, maar ja, zou willen dat ze anders zouden lopen. Zou je iets meer willen controleren van je leven dan? Nee. Ik heb een goed leven, ik moet niet klagen. Ja. Maar ik kan me wel zorgen maken over dingen. Ja. Eén ding, vertel. Politiek? Nu? Nee, politiek geld. Niet. Politiek niet, daar heb ik toch geen toekomst? Nee, dat eigenlijk ook niet. Gezondheid, dat wel. Gezondheid? Ja, daar zou ik wel iets meer val op willen hebben. Ja. Ik slik nu meer pillen dan een gemiddeld bejaardentehuis. Dat is niet goed. Dus dat is jammer. Ja. Hoeveel slik je dan? Weet ik tenminste of ik een beetje normaal ben. Ik heb echt 4 tabletten per dag. Och, Paul. Ja. Pullenschil. Pullenschilletje, ja, inderdaad, ja. Ja. Maar daar kun je een mooie zelfspoort over maken. We beginnen zo'n beetje iedere conference, Jan en ik, met... Goh, je bent het afgelopen jaar ook wel goed doorgekomen, zegt Jan dan. Ja, daar ben je ook mee begonnen. Hè. Daar ben je eigenlijk bij Café Pijl mee begonnen. Je zegt, je bent eerst begonnen met Jan, dus na de begrafenis van Patrick van der Bol. Ja, hebben we gewoon echt Jan Widders, over alle mensen die misschien dat niet weten, die is ook al eens hier geweest. Die is de stadsdichter van Heerlen. Ja, heb ik ook al een keer hier mee aan tafel gezeten. En met hem, hij speelt piano, doe je een oudejaarskoffer voor ons. Daar ben je mee begonnen. Ja, nou, ik ben op 31 december jarig. Ja. En ik wilde dat eens een keer op een leuke manier vieren. Ja. Nou, dat is toen gebeurd. De eerste keer een Café Pijlt. Ja. Waarom? Dat is daar gebeuren meer culturele dingen, daar is het publiek voor. Ik werkte toen nog op Bijsmans. Ja. Maar daar is Bijsmans, was daar de tent niet voor, op een of andere manier. En gewoon eens met het idee van, het zou leuk zijn als er dit jaar als mensen op mijn verjaardag komen. Ja, echt. En het werd meteen een succes. Vraag me niet waarom, maar we hadden toen echt alleen maar over Heerlen. Alles wat er in Heerlen gebeurde, en dat is best veel, maar met de intentie van Heerlen naar... Wees eens wat trots op die stad. Dat overal gebeuren klote dingen. Maar wees eens wat trots op. Nou, dat idee hebben we 13 jaar bij Pijlt gedaan. En toen werden we gevraagd door theater, wil je dat iets groter oppakken? Nou, dat doen we nu, dit jaar, hoop ik, voor de derde keer in het theater. Ja. Maar dan laten we heel los, het gaat nu ook over alles. Het zal nu wel over corona gaan, of niet? Ja, dat is het voordeel. Hè. Als het niet doorgaat, kunnen we hem altijd later spelen en dan maken we het op de kop. Wanneer ga je die show doen nog? Je doet dat ook een aantal jaar in de Schouwburg nu. Ja. En in de Brikkenhof in Brunsum, ja. In Theater Landgraaf. Ja. We zouden dit jaar ook in Geleen gaan spelen, ja. Zelfs in Venlo, maar dat is niet doorgegaan. Hoe ervaar jij corona dan, met dit soort activiteiten? Ja, dat vind ik kloten. Van de horeca vind ik het vreselijk. Dan bloedt dat hart nog steeds. Theaters die dicht moeten ook. Maar heel stiekem, ik vind het heerlijk. Ja, echt. Ja, ik ben graag alleen. En in een lockdown ben je op jezelf aangewezen. Je werkt makkelijker. Al die overleggen met collega's, die zijn nog wat korter dan als je met elkaar op de redactievloer rondloopt. Dat heeft ook wel eens nadeel als je dieper in de materie wil duiken. Maar ik heb, dat boek is ook alleen. Ja, dat was er zo. Met corona ben ik lang niet van gekomen. Omdat je het elke keer druk hebt. En nu besef je ineens, hey, ik heb weekenden niks te doen. Geen optredens. Hazes liggen ook helemaal stil.
Dan moeten we het dadelijk nog even over hebben. Ja. Dus daar ligt genoeg stil, maar ik heb genoeg om aan te pakken. Ja. Wanneer ben je eigenlijk op dat idee gekomen? Was het echt alleen maar je verjaardag? Ja, echt serieus. Ik kan je het je nog sterker vertellen. We hebben 2 dagen voordat we de dag gepland hadden, posters en alles waren gedrukt, hadden we nog helemaal niks op papier. Nee. En toen hebben we dat hele verhaal afgerateld. En toen dachten wij, dat is best leuk, kijk hoe de mensen reageren. Dat zijn we met en met zijn we dat steeds professioneler gaan doen. Daar zitten nu heel veel typetjes in. De Fabeltjeskrant doe ik naar. De stem van Beatrix. Dionnetje Graus. Ja, altijd, vriend van je. Ja, ontzettend. Als cabaretier bedoel ik. Ja, ja. Nee, ik kwam ook per toeval achter. Als ik de pruik iets naar achter zet, dan heb ik dezelfde dikke kop als hem. En dan gaat het vanzelf. Ja. Mensen schrokken zich de pleuris. Ja. Wie zou je nou absoluut nog eens een keer willen doen? Nadoen? Ja. Bram Vermeulen. Daar hoef ik eigenlijk niet langer van na te denken. Zijn er nog mensen die Bram Vermeulen kennen? Ik hoop het. En als dat niet zo is... Nederlands bange dagen. Ja, maar dat is ook iets. Ik wil dat programma al een hele tijd maken. Dat gaat nu niet. Ja, zou je een ander programma willen maken? Ja. Alleen niet alleen maar een oudejaarsconferentie? Ja, hebben we ook al een paar keer gedaan, hè, met Puljan. Tussendoor nog een jaar hebben. Over 2 jaar bestaan we 20 jaar. Dus dan gaat er sowieso nog een ander programma komen. Maar we willen de muziek van Bram Vermeulen nog een keer op de planken gaan maken. Die man heeft ongelooflijke mooie platen gemaakt. Weet je dat? Nederlandstalig. Ja, dat hoef ik jou niet te vertellen. Dat is een fenomeen. Maar als je alleen naar het nummer Politiek luistert. Hè, ja. Dus dat is, kun je nu, daar kun je nu om lachen. Eigenlijk moesten we nou een pick-up hier hebben en dan een plaatje draaien. Bram Vermeulen staat bij mij bijna dagelijks op. Ja. Ja. Inspiratiebron ook. En goed, corona is dadelijk afgelopen. Ja, laten we het hopen. We zullen wel over de carnaval heen, die gaat ook niet door. Nee. Denk ik. En dan ga je dus nog eens vol aan de slag met Puljan. Ja, ja. Nou, maar weet je, Jan en ik doen eigenlijk alleen maar dingen die we leuk vinden. Als wij geen zin meer hebben om een oudejaarsconferentie te schrijven, want daar zijn we echt 12 maanden mee bezig. Ja. Dan doen we het niet meer. Maar je hebt er wel een volle schoolbrug mee. Ja, nu niet dan maar. Ja, maar wat je doet, moet je met beleving en passie doen. Je moet er volledig achter staan. Op het moment dat het een sleur wordt, zoals de columns in het begin bij alleen. Ja. Dat werd een sleur voor me. Ik moest elke zondagavond... het werd steeds lastiger om achter die laptop te... Ja, je zat in het programma van Tim Opperbroek, geloof ik. Ja, Ruud Kleine. Oh, Ruud Kleine. Ja. En dat deed je in een column. De keek op de week. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja, ja. Dan namen we de hele week eens op de hak. En dat was in principe in eerste instantie bedoeld ook voor mezelf, om mezelf alert te houden over die oudejaarsconferentie. Ja. En nu zit ik dagelijks op het nieuws. Dan heb ik weer een raadsvergadering in Beek, want de gemeente Beek is eigenlijk de hoofdmoot voor mij als journalist. En dan denk ik, och, dan moet ik daar nog een column gaan schrijven. Ik wil je niet van het werk afhouden of zo, nee, als journalist, maar wat zou nou het ideale werk zijn voor Paul Dolay? Ja, ik denk dat ook wat ik nu doe, dat de zekerheid van een vaste baan? Ja, ik doe dat als freelancer. Ah ja, die zekerheid in ieder geval. Kijk, journalistiek en horeca is niet zo verschillend. Nee? Nee, want als kastelein, een goede kastelein, wil weten wat er met zijn gasten aan de hand is. Alleen al die verhalen die hij krijgt, mag hij niet doorvertellen. Ja. Nu mag dat wel, ja. Je hebt nog een, een hobby geweest, maar het is nu eigenlijk werk. Het ligt ook stil, volkomen. Ja, kijk, stil. Nee. Dat is ontstaan, dat is een typetje. Ja, Hazes. André zelf. Het theaterprogramma van Jan en mij in 2004 een heel klein theatertje ergens in Heerlen was en nu de kleding wassen. Ja, de stomerij is dan. Ja. En wij hadden 10 minuten tekort, dus Jan en ik zijn... naar België gegaan, want we hadden een try-out gedaan. We kwamen 10 minuten tekort voor dat programma bij jou in het theater. Dat 3 avonden was uitverkocht. Ja. En we hadden zoiets van, wat moeten we dan doen? Dus wij naar België een weekend. En toen overleed André Hazes. Ja. En toen ben ik nummers van hem gaan zingen. Toen zei Jan, dat is niet normaal. Paul, hoe kom jij in godsnaam aan dat echte Amsterdamse accent? Heb je voorouders of zo gehad daar? Mijn zus woont daar. Ja. Nee, maar echt, ik weet het echt niet, Lex. Te beweren, ik heb je een paar keer gehoord met die onzin. Nee, maar als je goed oefent op een stem, dan lukt dat. Als ik mijn ogen al die geluiden dicht doe, zitten hier, alleen je moet ze zien te vinden. Als ik mijn ogen dicht doe en ik hoor jouw Hazes zingen, is Hazes. Ja, ik heb ook eens Herman van Veen gedaan. Oh. En toen dachten mensen, wat is dit? Is dat Herman?
Alleen die kop die leek niet. Dus dat is een wat dikke figuur, daar kon ik prima voor. Ligt ook stil. Ja. Daar had er veel optredens mee. Maar een prachtige band had je daar overigens ook mee. Ja, we zijn nu aan het kijken hoe we daarmee verder gaan. Deze tijd krijg je ons met z'n tienen niet eens op het podium. Nee. Maar dat was voor Serious Request. Oh, toekomst. Toekomst is een nieuw boek. In het eerste boek. Mm-hmm. Theater. Tweede boek, hè. Ik heb al een boek. Ja. Och ja, je hebt al een. Columns. Ja. Columns, met columns. En een theatershow. Ja. André Hazes. Ja. Wat heb je nog zo? Lekker wandelen. Echt? Veel tennissen. Aan de gezondheid denken? Ja. Ja, nou, al is van tennis nooit iemand gezond geworden. Dat is met de krachttraining erbij. Maar dat is wel of is dat de derde helft? De derde helft is altijd het leukste. Als de kantine is dicht zijn, dan zie je mij niet op de tennisbaan. Echt niet. En schrijven. Lekker blijven schrijven. Ik zie mijn werk op dit moment echt ook deels als arrangement. Ik heb daar zoveel plezier in. Niet weten wat de dag brengt. Dat is het mooiste van het vak. Ik sta op. En de raadsvergadering in Beek. Ja, maar ik vind de politiek interessant. Oh. Ik vind dat hele spel interessant. En soms zijn er saaie stukken bij. Maar af en toe is het ook hartstikke leuk. Je controleert de gemeente. En op het moment dat je ziet, nou, daar wordt een foutje gemaakt. Kun je intern best genieten hoor. Hé, hey Paul, het gaat erop hè, 20 minuten. Ja, is er weer voorbij? Ja, het is voorbij. Gaan we een pot bier erin krijgen? Ja. Oh, nee, dat kan niet. Nee, dat kan nergens. We kunnen niet op het terras zitten, we kunnen geen pot bier, maar we komen elkaar nog wel tegen. Ik hoop het. En ik hoop dat ik... Ik heb jou wat Park City live gehad hier met als Hazes. Fantastisch. Ja, we hebben dat met Serious Request gedaan. Daar is ook die foto genomen. Volle bonderd. Ja. Het glazen huis was op de vakantiesplein. En tegen het Beta, dus het oude muziekschool, zaten mensen in de hekken. In Sjoenk stonden ze met lampjes. Toen kreeg ik zo'n kippenvel. En het jaar daarna hebben we dat gehad in Kerkraad op de Markt. Paul, ja, daar doe je het voor. Ik wens je nog heel veel Peul Jan. Nog heel veel André Hazes. Niet zoveel raadsvergaderingen meer. Oh, vind ik leuk hoor. En nog een leuke tijd met je petekinderen. Ja, dankjewel. En af en toe nog een glaasje bier. Oh, heerlijk. Fijn dat je hier was. En jij bedankt. Dankjewel hè. Hoi. Dit was het weer. Bedankt.